Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van mij. Vandaag laat ik jullie mijn kwastentest zien. Zoals ik al eerder heb verteld, ben ik al wel een beetje bezig met stashvideo's. En ik dacht vandaag doe ik gewoon een keer de kwastentest. Mijn kwastentest zit in twee potjes. Hier zitten vooral de producten in voor mijn oogschaduw en dat soort dingen. En dit zijn vooral de gezichtskwasten. En ik ga jullie laten zien wat voor kwasten ik dus heb. Waar ze voor dienen en waar ik ze dus voor gebruik. Verwacht overigens geen dure en luxe merken. Ik heb eigenlijk alleen maar low budget kwasten. Die werken voor mij prima. Dus als je benieuwd bent naar wat voor kwasten ik heb, kijk dan eventjes gezellig mee. Nou, dit potje is dus van de IKEA en het is gewoon eigenlijk een plantenpotje. Ik vond hem heel erg leuk, vooral met die bovenkant zo en hij is roze. Nou, dat is natuurlijk helemaal top. En ik ga beginnen met mijn gezichtskwasten en dat lijkt mij het handigst. Ik begin met mijn foundationkwasten. Dit zijn twee foundationkwasten van de HEMA. Deze heb ik echt al super lang. Deze is wat recenter. En dan heb ik deze nieuwe kwast van Essence. Die zit in de nieuwe collectie. Ik vind die platte kwasten altijd wel heel fijn werken. Ik gebruik ze ook heel graag om bijvoorbeeld een primer mee aan te brengen. Dat vind ik ook ideaal. En ja, deze die heb ik net schoongemaakt, maar ik zie nog dat er gewoon nog een beetje foundation in zit. Ik krijg het niet eens meer helemaal goed schoon dus. Maar deze heb ik dus gewoon echt wel heel erg lang. En dan heb ik deze kwast. Dit is eigenlijk een BB kwast. Deze is van de H&M. Maar ja, eigenlijk vind ik het gewoon eigenlijk een soort buffer kwast. Dus wat ik nu de laatste tijd doe is dat ik de foundation breng ik altijd aan op mijn hand. Dan ga ik hem met deze op mijn gezicht verdelen. En met de buffer kwast smeer ik hem dus in. Omdat ik dit effect wordt gewoon super mooi. En ik vind hem heel erg fijn. Volgens mij heeft H&M ook weer nieuwe buffer kwasten. Dus eigenlijk zit ik te denken om gewoon weer eventjes een keertje eentje bij te halen. Omdat ik ze gewoon heel erg fijn vind. Wat je wel hebt natuurlijk met low budget kwasten is dat ze wat sneller de haren gaan. Wat sneller naar de zijkant staan. Je krijgt ze misschien niet helemaal goed meer schoon zoals wat ik al zei. Op een gegeven moment zijn ze gewoon aan vervanging toe en dan koop je gewoon nieuwe. Ik weet dat eigenlijk een betere investering is om bijvoorbeeld echt een hele duurdere kwasten set te kopen. Maar helaas gaat mijn budget daar niet zo ver toe. Dus doe ik het gewoon met low budget kwasten. Dus deze zijn voor de foundation. Nou, dan heb ik hier drie poederkwasten. Deze twee zijn wederom weer van de HEMA. Deze is een wat oudere, deze is wat nieuwer. Hier staat ook op wat hij is. En dan heb ik deze. Deze is ook voor poeder. Deze is gewoon van Essence. Leuk formaatje ook. Ik vind het altijd fijn om meerdere kwasten te hebben van, voor één categorie. Ik speel heel graag zowel met foundation als met poeders. Dus ik vind het fijn om bijvoorbeeld één kwast te hebben waarmee ik een transparante poeder aan kan brengen. En gewoon eentje waar ik de kleurpoeder mee aanbreng. En dan heb ik er gewoon nog eentje over. Als er eentje vies is. En bij mij is dan altijd het geval dat ik of 's avonds mijn kwasten was. Of dat ik ze wel eens onder de douche even uitspoel. Dan zijn ze de volgende dag gewoon niet altijd schoon. Dan heb ik altijd eventjes eentje die achter de hand die dan wel gewoon schoon is. Dat ik gewoon even goed gewoon mijn make-up aan kan brengen. Dus deze zijn dan voor de poeders. Dan heb ik een stippling brush. Deze is van de Bose Shop. Ik ben hier helaas niet zo tevreden over. Ik dacht ik ga hier mijn foundation mee aanbrengen. Maar dat werkt dus voor geen meter. Want hij laat heel snel de haren los. Hij blendt ten eerste niet mooi uit. En ten tweede had ik allemaal van die zwarte haren had ik op mijn gezicht zitten. Dus dat was gewoon geen succes. Voor poeder is die wel gewoon prima. Dus ja, je kunt hem dan eigenlijk voor alle soorten poeder gebruiken. Dat maakt niet zo heel veel uit. Dan heb ik drie concealer kwasten. Deze is van de Issy Paris. Die heb ik echt al jaren. Deze is gewoon van de HEMA. En deze is weer van Essence.
Ik smeer mijn concealer het liefst gewoon uit met mijn kwast. Ik ben gewoon niet zo iemand die graag dat met zijn vingers doet. Ik vind het altijd zo geklieder en dan moet je het tussendoor weer schoonmaken. En nee, is niet zo mijn ding. Met een kwast vind ik het veel fijner. Vaak als ik het niet helemaal mooi uitgesmeerd krijg, dan doe ik hem nog even met de bufferkwast iets extra insmeren. Of ik gebruik een sponsje. Dus ja, dat is eigenlijk hiermee breng ik het eigenlijk van over op mijn hand. Of gewoon als ik het gewoon op mijn gezicht heb gebracht, smeer ik het in. En ja, ik vind de kwast daarvoor veel fijner. Dan heb ik drie kabuki kwasten. Deze is van Essence. Dan heb ik een kabuki van Catrice. En dan heb ik nog een kabuki van de Hema. En ja, ik vind kabuki kwasten gewoon altijd heel erg fijn om net even onder de kin of zo poeder aan te brengen. Dat vind ik gewoon, omdat hij een kort steeltje hebt, kan, vind ik dat zelf heel prettig. Ja, ook kun je hier natuurlijk gewoon prima je gezicht mee doen. Ja, ik vind ze gewoon heel erg leuk, want ze zijn gewoon zo ja, klein en toch zo bol. Ik vind het hele fijne kwasten, kabuki kwasten. Dan heb ik hier twee kwasten om bronzer mee aan te brengen en te contouren eigenlijk. Ze zijn schuin afgesneden, dus ik vind dit heel erg handig om mee te contouren. Ik heb hier eigenlijk nog een bronzer kwast. Die heb ik ook al heel lang. Heb ik ooit een keer bij de Hema gekocht. Toch merk ik dat je veel te veel poeder pakt met deze. Dat het hier tussen gaat zitten. Dus daarom ben ik overgegaan op deze kwasten. Maar ik hou hem er wel bij. Van mocht ik echt een keertje zonder kwast zitten, kan ik hem wel gewoon gebruiken. Deze twee zijn overigens ook gewoon van de Hema. Nou, dan heb ik nog drie kwasten voor mijn blush. Deze is van Essence. Het staat er ook altijd op waar het voor dient. Vind ik heel handig. En deze twee zijn weer gewoon van de Hema. Hier staat gewoon een haartje op van Hema. Deze vind ik gewoon heel erg fijn in gebruik ook. Ze doen eigenlijk gewoon precies waar ze goed voor zijn. Dus prima vind ik. Dan heb ik deze Angel Blush kwast. Deze is ook van de Bozi Shop. En dit is de Bozi Brush. Deze gebruik ik voor mijn highlighter. Als highlighter gewoon met een kwast aan te brengen is, vind ik deze heel erg fijn. Omdat de halen wat dichter op elkaar zitten. En je ziet hier gewoon heel mooi resultaat mee. Ik heb het, eerder probeerde ik het ook wel eens met een van mijn andere kwasten. Maar ik zag het gewoon minder goed. En met deze gaat het gewoon eigenlijk heel erg goed. Dan heb ik nog twee shading brushes. Beide van de Hema. Deze is wat nieuwer zoals je kunt zien. Hier zit nog zo'n plasticje omheen. Die laat ik ook even zitten. Want anders dan wordt hij dus zo super wijd. Je krijgt ze niet zo mooi meer terug in model. Deze zijn gewoon heel erg handig voor als je dus onder je oog een fallout hebt van oogschaduw om het mee weg te vegen. Vind ik zelf super fijn. Ja, en ook hiervoor geldt gewoon een backup. Vind ik altijd handig. Dan heb ik nog vier kwasten vast. Dan is dit bordje leeg. Dit is een kwast van Catrice. Hiermee breng ik ook heel vaak gewoon lospoeder aan. Zoals die... Oh, ik heb een beetje aan mijn neus. Die compact powder of zo. Gewoon super fijn kwastje. Hij is lekker zacht. Ja, ideaal. Dit is een kwast, hij heet Fizz. Deze zat bij zo'n bronzer van de Action. Daar kreeg je zo'n kwast bij en die heb ik gewoon in mijn potje gestopt. Volgens mij heb ik hem nog niet eens gebruikt, maar ja, hij voelt op zich wel zacht. Mocht ik hem een keer nodig hebben, is het prima, maar over het algemeen pak ik toch vaak Hema kwasten. Dan heb ik nog gewoon een kwastje, een beetje met korte haren gewoon, eigenlijk nog een backup. En dan heb ik nog een zo'n uitschuifbare kwast die je gewoon dicht kunt doen. Ook heel handig voor op reis bijvoorbeeld. Dan ga ik jullie de kwasten uit dit potje laten zien. Dit potje is van de Hema. Heb ik echt al heel lang. Volgens mij is het eigenlijk een pennenpotje, pennenbakje, dingetje. Voorheen zaten dus al mijn kwasten. Toen had ik er nog niet zo heel veel. Zaten dus allemaal hierin. Nou ja, op een gegeven moment paste dat niet meer. Dus toen heb ik ze verdeeld in twee potjes. Maar ik ga deze nu eventjes leeghalen. Ik begin met mijn blending brushes. Dit is een nieuwe van Essence. Nou ja, nieuw. Hij is er al een tijdje, maar in de nieuwe kleurenstelling, zeg maar. Deze is van de Hema.
Nog eentje van de HEMA. En deze is ook nog van Essence. Die heb ik ook al echt super lang. Van blending brushes heb ik er 4. Eigenlijk kan ik gewoon niet genoeg hebben van blending brushes. Eigenlijk gebruik ik ze echt elke dag. Ik blend gewoon elke dag mijn oogschaduw. En ja, ze zijn gewoon super handig om te gebruiken. En dan vind ik 4 eigenlijk nog weinig. Omdat ik gewoon elke dag iemand ben die elke dag een andere ooglook kiest. Elke dag een andere kleurstelling. En op een gegeven moment dan bijvoorbeeld gebruik ik ook wel eens een oogschaduw op de blending kwast. En dan blend ik daar weer mee in. Dus dan moet ik hem weer tussendoor schoonmaken. Gebruik ik dan ook wel eens gewoon zo'n blush cleaner voor. Brush cleaner voor. En ja, dat werkt eigenlijk prima om gewoon even tussendoor te wassen. Eigenlijk moet je volgens mij 1 keer in de 2 weken wassen. Misschien nog wel vaker. Nou, als mijn foundation kwast echt stijf staat van de foundation, dan is het voor mij dan echt wel een keer tijd om weer te gaan wassen. Dus dat is eigenlijk veel te weinig. Maar goed, maybe ken je het probleem. Ik begin met mijn blending brushes. Dit is een nieuwe van Essence. Nou ja, nieuw. Hij is er al een tijdje, maar in de nieuwe kleurenstelling, zeg maar. Deze is van de HEMA. Nog eentje van de HEMA. En deze is ook nog van Essence. Die heb ik ook al echt super lang. Van blending brushes heb ik er 4. Eigenlijk kan ik gewoon niet genoeg hebben van blending brushes. Eigenlijk gebruik ik ze echt elke dag. Ik blend gewoon elke dag mijn oogschaduw. En ja, ze zijn gewoon super handig om te gebruiken. En dan vind ik 4 eigenlijk nog weinig. Omdat ik gewoon elke dag iemand ben die elke dag een andere ooglook kiest. Elke dag een andere kleurstelling. En op een gegeven moment dan bijvoorbeeld gebruik ik ook wel eens een oogschaduw op de blending kwast. En dan blend ik daar weer mee in. Dus dan moet ik hem weer tussendoor schoonmaken. Gebruik ik dan ook wel eens gewoon zo'n blush cleaner voor. Brush cleaner voor. En ja, dat werkt eigenlijk prima om gewoon even tussendoor te wassen. Eigenlijk moet je volgens mij 1 keer in de 2 weken wassen. Misschien nog wel vaker. Nou, als mijn foundation kwast echt stijf staat van de foundation, dan is het voor mij dan echt wel een keer tijd om weer te gaan wassen. Dus dat is eigenlijk veel te weinig. Maar goed, maybe ken je het probleem. Dit zijn mijn kwasten voor mijn oogschaduw. Dit is er eentje van Essence en deze gebruik ik heel vaak om highlighter aan te brengen in de binnenste ooghoek en op het wenkbrauwbot. Ja, ik vind de vorm gewoon heel fijn hiervoor. Dan heb ik een brush en smudge. Deze kant vind ik vooral heel erg handig om ook onder mijn oog. Oogschaduw aan te brengen. En deze is gewoon, ja, om gewoon mee oogschaduw aan te brengen. Nou, dan heb ik hier nog een paar van Essence 2. Dit is zelfs een smoky eye kwastje van Essence. Maar zoals je ziet gebruik ik hem ook heel graag voor niet smoky eyes. Volgens mij is dit trouwens ook een smoky eye kwastje oorspronkelijk. Dit is een kwastje van Catrice. Deze is van Ici Paris. Deze vind ik heel erg handig om mee in mijn arcadeboog oogschaduw aan te brengen. Omdat die gewoon best wel puntig is. Dit is een heel goedkoop kwastje. Die heb ik ooit een keer bij het Kruidvat gekocht. En dan heb ik een kwastje van de Vibra. Jawel. En de eyeshadow brush. Hier heb ik er 2 van. Maar die andere zie ik dus even niet. Ik zie hier nog wel zo'n smudge brush. Maar die andere die ligt denk ik nog in de slaapkamer. Ook voor oogschaduwkwasten geldt. Daar kan ik er niet genoeg van hebben. Omdat ik dus gewoon zoveel met kleuren speel. En ik dus te weinig was. Maar goed. Dan heb ik hier de kwastjes voor mijn eyeliner. Deze is van Essence. Deze is van het Kruidvat huismerk. Deze 2 zijn van de HEMA. En hier zit ook een schuin afgesneden stukje op. Dit is een smoky eye brush. Hier kom ik zo even op terug. Daar heb ik een andere doeleinde voor. Deze zijn dus vooral voor mijn eyeliner. Als je me wat langer volgt, weet je dat ik eigenlijk het liefst gel eyeliner gebruik.
Dus ja, ik ben dan ook dol om dat met een kwastje te doen. Nou, heb ik deze echt super lang gebruikt, maar deze krijg ik. Ja, de lijn wordt toch vaak te dik. En met deze kan ik het lijntje precies zetten zoals ik het zelf graag wil. En daar kan ik ook een hele mooie wing mee maken. En dat vind ik dan wel weer heel erg handig van die dunne kwastjes. Dit is een kwastje voor de wenkbrauw, maar die vind ik niet zo heel fijn meer, want de haren zijn een beetje wijd uit elkaar. En daarvoor gebruik ik dus deze achterkant voor mijn wenkbrauwen. Omdat ik altijd poeder gebruik, ja, vind ik dit gewoon heel erg handig. De achterkant is ook weer een smudge kwastje overigens. Dan ga ik over op mijn wenkbrauwkwastjes. Kwasten, ik weet niet of ik het zo moet noemen eigenlijk. Wenkbrauwkammetjes dan maar. Deze is van de HEMA. Deze heeft ook een hele lange steel. Vind ik heel handig. Dan heb ik ook een korte. En deze is van Essence. Deze heeft ook een kammetje aan de achterkant. Dan heb ik een nieuwere van de HEMA. Die is ook weer heel kort. En dan heb ik nog een paar van die gewone kammetjes. En dan heb ik deze set. Die is van Catrice. En hiermee kun je kammen. En als ik dit eraf haal. Dan heb ik een apparaatje met hele kleine haaltjes. Dus dan kun je heel makkelijk hier zo je haartjes mee wegkammen. En op je neus bijvoorbeeld. Hier kun je dus eigenlijk gewoon heel erg makkelijk de overtollige haartjes mee weghalen. En datzelfde geldt dan voor deze. En deze heeft dan weer een iets ander kammetje. Het is gewoon een setje die ik in het schap van Catrice heb gevonden. Nog helemaal niet zo lang geleden. Ik vind hem echt super handig. Nou, dit zijn de laatste kwastjes. Ik zal ze even afgaan. Deze gebruik ik vooral voor de lippen. Is van de HEMA. Nou, hetzelfde geldt voor deze. Ik weet alleen niet of ze wel eigenlijk daarvoor dienen. Maar goed. Deze sowieso. Deze is ook van de HEMA. Die kun je dus zo uitschuiven. Wat ik heel erg handig vind. Dit is ook nog een kwastje van de HEMA. Deze is voor mijn oogschaduw. Dus deze werkt niet voor de lippen. Dit is wel een lipbrush, ook van de HEMA. Hier ook nog zo'n dun kwastje, volgens mij is die ook voor de lippen. Hier heb ik nog een kwastje met zo'n schuin afgesneden stukje, die is van Catrice, ook heel handig voor eyeliner. En dan heb ik nog een lipbrush en deze is van Essence. Ik moet zeggen dat ik mijn lipstick meestal gewoon zo aanbreng. Maar heel vaak vind ik het leuk om of mooi om er een glossje overheen te doen. En dan pak ik dus heel vaak gewoon een kwastje. Omdat ja, als ik dan met de applicator van de lipgloss over mijn lippen ga, dan zit die hele applicator onder de lipstick. En dat vind ik niet zo hygiënisch. Dus daarom pak ik dan heel vaak een kwastje. En dan waren dit mijn kwasten eigenlijk alweer. Nou, zoals ik al zei. Waarschijnlijk is het nog niet eens zo heel erg boeiend of zo, maar het leek me wel leuk om toch een keer zo'n video te doen. Ooit hoop ik toch nog eens wat duurdere kwasten aan te schaffen. Ik vind de kwasten van Real Techniques bijvoorbeeld echt super mooi. En nou, ik heb ook gehoord dat Suva of Sueva ook hele goede kwasten heeft, die je ook gewoon heel vaak in andere filmpjes ziet op YouTube van andere bloggers. Dus dat is iets voor de toekomst. Nou, ik had het jullie leuk vond om te zien wat voor kwasten ik heb. Ja, ik vond het wel leuk om te laten zien. Ik wil je ook bedanken voor het kijken. En als je op de hoogte wil blijven van mijn nieuwe video's, abonneer je even op mijn kanaal. Het linkje staat nu bovenin om te abonneren. En als je deze video leuk vond, doe even een duimpje omhoog. Zou ik heel leuk vinden. Ik zie je gewoon heel snel weer. Doeg!